in een voortdurende revolutie van wet en regelgeving, waarbij de vertaalslag naar praktische toepassing in het dagelijkse werk een uitdaging vormt, staat het notarisberoep voor complexe vraagstukken. Deze uitdagingen binnen het notariële beroepsveld werden benadrukt door de vandaag benoemde notaris, meester Shivani Parag. Bij haar benoeming tot de 30ste notaris van Suriname bij het Hof van Justitie onderstreepte Parag het belang van het notarisberoep. Ondanks de uitdagingen binnen het vakgebied is het essentieel om de kern van het notariële ambt niet uit het oog te verliezen. Het is niet slechts een beroep dat vraagt om kennis en vaardigheden, maar ook om integriteit en empathie, zegt de nieuwe benoemde notaris. Als nieuwe notaris zal ik er elke dag naar streven om deze uitdagingen met vastberadenheid en integriteit het hoofd te bieden, in het besef dat de diensten die ik lever van grote invloed zijn op het leven van mijn cliënten. En daarom voel ik me gezegend met mijn patroon, meester Dilner en Kalisi. Ik heb het voorrecht gehad om te leren van de beste. Hij heeft me niet alleen de juiste handvatten meegegeven, maar stond ook altijd klaar voor me. Ongeacht hoe hectisch de situatie was, altijd een luisterend oor. President van het Hof van Justitie, Iwan Rasul Baks, ging verder in op de beroepsethiek die onder geen enkele voorwaarde geschaad mag worden. Het bewaken van de rechtsprincipes vormt het solide fundament voor het doeltreffend uitoefenen van het beroep. Zich blijvend scholen over de verschillende rechtsproducten is hier een leidraad in, zei de president van het Hof. De rode draad van alle beroepsonderdelen die universitair en hoger zijn, is studeren. Je bent nooit klaar met studeren. Nooit klaar omdat ontwikkelingen zich voordoen in de beroepsgroep. En die moet je bijhouden. Studeren, trainingen volgen en dan zult u verder groeien in uw beroep.